Vier jaar geleden maakte kunstenares Theolieke Smit de tentoonstelling Onbekende Heldin, waarbij ze foto's gebruikte van vrouwen uit de krant. Nu komt er een vervolg, De Ketting van Verbinding, en vraagt Theolieke aan vrouwen om handgemaakte kralen aan te leveren. En pak eigenlijk iedere dag dat de post komt wel een envelopje uit de brievenbus. Of sommige mensen die het al mee gebracht hebben naar mij. Dus de verbinding komt echt tot stand. Ik ben er ongelooflijk blij mee met de verhalen die ik nu krijg. En de kralen of schelpjes of steentjes. Van oudsher zijn kralen natuurlijk al in onze geschiedenis aanwezig. Al vanaf de prehistorische tijd. Vanuit mijn jeugd ben ik katholiek opgevoed. Ik was gefascineerd door een rozenkrans. De rozenkrans heb ik in meerdere werkstukken eigenlijk altijd gebruikt. Dus dat herhaalt zich. De kraal associeer je natuurlijk ook met de sieraad als ketting. Het is niet zomaar een ketting. Het is een verbinding van symbolen die je eigenlijk aan elkaar cadeau geeft. Ik vraag een kraal van een vrouw. En ik geef het eigenlijk cadeau aan een vrouw in de verbinding van de ketting. Die glazen medailles komen tussen die kralen van al die mensen die ik krijg. Ik bewerk glasplaten met glasfusing. En daarna graveer ik het in. En dan ga ik ook nog eens een keer brandschilderen. Het moet echt een grote ketting worden. Die je echt in een ruimte op kan hangen. Die voor iedereen goed zichtbaar is. Ik hoop dat natuurlijk een keer te kunnen tentoonstellen sowieso in Leiden. Maar ik hoop eigenlijk met dit project en ook met het Onbekende Heldin, het andere project, hoop ik op reis te gaan door het land. Bij vrouwenverenigingen, bij kerken, bij misschien asielzoekerscentra. Verschillende groeperingen waar ik dus de Onbekende Heldin kan tonen en dat de mensen het ook kunnen ervaren. Daar wil ik natuurlijk ook de kralen voor verbinding bij hebben. En eigenlijk is mijn plan nu al om dan tijdens die reis door Nederland ook met vrouwen kralen te gaan maken. Het mooie van de kraal, ja, het heeft zoveel betekenis. Ik ben er echt blij mee met dit project dat ik het nu zo op deze manier doorzet. Ja.